Hallo dames en heren en welkom bij een nieuwe video op het YouTube kanaal van Darts Actueel. Vandaag weer een leuke nieuwe gast. We hebben Lorenzo Pronk te gast. Hij maakte dit jaar zijn debuut op de Pro Tour en op de UK Open. Hij heeft misschien wel het mooiste dartjaar van zijn leven bereikt. Lorenzo, leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je? Ja, goedemiddag. Ja, het gaat weer goed. Zwaar even hoe zeg je dat? Zware 3 maanden van het jaar, maar ja, nu gaat het wel redelijk. Ja, het is allemaal heel snel gegaan voor jou inderdaad. Hè? Je bent eigenlijk internationaal, maar zelfs in Nederland ben je eigenlijk nog niet echt doorgebroken binnen darten. Je hebt wel bij de Heren B heb je al wat successen behaald op de NDB's. Ik zei net ook al in mijn indeling, is 2021 nu al het mooiste dartjaar van jouw dartcarrière tot nu toe? Ja, zonder twijfel. Ik heb echt hele mooie dingen al meegemaakt in deze 3 maanden. Veel bereikt voor mezelf. Dus ja, alles wat er nu nog bij komt is dit jaar mooi meegenomen. Kijk, mooi gezegd. De echte dartfan die kent jij natuurlijk. Hè? Die heeft je misschien al op de stream gezien op de Players Championship toernooien. Maar ja, kan je iets voor degene die jou niet kennen, iets over jezelf vertellen? Hè? Van waar ben je mee bezig? Naast het darten, heb je een baan of iets dergelijks? En hoe ben je überhaupt in het darten, hoe ben je begonnen met darten überhaupt? Ja, nou, ik ben Lorenzo Pronk, 27 jaar, ik kom uit Den Haag. Nou, dat is wel een leuk begin, want ik leerde mijn vriendin kennen 4 jaar geleden. En die zat ook darten met haar vader, die had een eigen team. Kijk eens aan. En vandaar zegt ze, doe een keertje mee. Ik zeg, nou ja, ik mocht invallen, het avondje. Ik denk, ja, ik doe wel mee. Ik denk, ja. Dat was wel leuk, dacht je. Mm-hmm. En zo toen ben ik dat jaar daarna, het nieuwe dartje, ben ik met hun begonnen. In de 4e divisie in Den Haag. En van de 4e ging ik naar de 2e, van de 2e naar de Ere, van de Ere naar de Super League. En afgelopen dit jaar kwam Klusko eraan. Kijk eens aan. Zo snel kan het gaan dan in één keer, hè? Ja, het is heel bizar eigenlijk om te bevatten. Nou, in ieder geval, en ik neem aan dat je nog steeds bij je vriendin bent en zo, dus... Ja. De relatie met je vriendin heeft je echt naar darten toegebracht. Dat is inderdaad een mooi verhaal. We gaan toch naar Q-School, het eerste toernooi voor jou van het jaar. En ja, misschien ook wel een van de eerste echte PDC-toernooien waar jij aan meedeed. Ik heb gehoord dat je aan het begin van Q-School twijfelde je een beetje van, is deze nieuwe opzet wel iets voor mij? Is dat wel... iets leuks. Wat bracht jou toch om toch wel in deze speciale tijden aan Q-School mee te gaan doen? Nou ja, ik kwam in contact met Loxley. Daar kan ik ook trainen. Ik ben met de coronamaatregelen, dus dat is soms wel moeilijk. Mm-hmm. Maar ja, en natuurlijk ook afgelopen jaar, aan het einde van het jaar, heb ik veel online gegooid. En dat ging wel redelijk. En toen kreeg ik de kans van Loxley om daaraan mee te doen. Toen dacht ik, ja, het duurt 10 dagen, Q-School. En toevallig werd ik in 1A gedeeld. Ja. En natuurlijk met werk, meteen vrij nemen daarvoor. Toen hadden we ook hier thuis besloten met mijn vriendin, ja, het is een mooie kans om eraan mee te doen. Mm-hmm. En we zien het wel, hoe je het er vanaf brengt. Ja, en dat was ook de eerste keer voor jou op Q-School, of niet? Ja, het was de allereerste keer voor mij. Eerste keer, en dan meteen het allereerste toernooi. Word je niet verslagen, want je kwalificeert je meteen voor de final stage. En je zegt al, je werd ingedeeld bij 1A. Dat betekent dat je, en vooral omdat je ook nog eens de eerste dag wint, die enorme afstand van dagen moest wachten tot de final stage. Vond je dat nog moeilijk, die vele dagen dat je moest wachten? Ja, ik ging er met het idee naartoe van, nou ja, die 3 dagen, die hoop ik echt door te komen voor die final stage. Ja, precies. En toen kwam ik de eerste dag. Nou, het ging me redelijk, ik liep er zo doorheen. En toen won ik van Geert de Vos in de kwartfinale, om daar inderdaad eens 4 te komen. En die won ik. En ik dacht, nou ben ik 5 dagen vrij. Ja. Wat heb je die 5 dagen gedaan? Dag 2 en 3 mocht ik nog wel kijken bij groep 1A. Oké. En dag 4, 5, 6 heb ik op mijn kamer gezeten, rondje gelopen. Konden we niet doen in het hotel. Nee, maar toch, je zegt inderdaad, je won van Geert de Vos in die finale, finale zeg maar, de kwartfinale van het toernooi.
was dat iets wat jou volledig verraste toen? Dat je meteen al die eerste dag... En want eigenlijk, als we naar je gemiddelde kijken... was alleen de wedstrijd van de Geert de Vos. Was echt een goede wedstrijd. De rest was gewoon prima. Ja, verraste het jou dat je eigenlijk zonder grote moeite... naar die final stage kon gaan? Ja en nee. Ik weet, als ik echt voor mezelf goed genoeg voel... dan gaat het wel goed. Mm-hmm. Aan de andere kant, ja, allereerste keer. Ik ging er met nul intentie, zeg maar, naartoe. Om een tourkaart te halen. Ik denk, we zien het wel. En toevallig won ik hem die eerste dag. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Het gaat goed. Ja. Ja. Ja, precies. En dan kom je dus in die final stage terecht bij de beste 128 darters van die Q-School dan. En wat gasten die een tourcard verloren hadden en van de Challenge in de Development Tour. En dan ook meteen daar op die eerste dag haal je meteen de halve finale. Begin je dan al een beetje te hopen van, oh, nou, er zit misschien toch wel een tourcard in als ik de volgende dagen ook goed presteer. Nee, het klinkt gek, maar ik had er op dat moment nog niet aan gedacht. Nee. Ik ging ook in die final stage, nou, ik heb hem gehaald. Dat was eerst mijn doel eigenlijk. Mm-hmm. En toen ging ik er met nul intentie nog erin de eerste dag. Toen dacht ik, nou, halve finale, ik heb 4 punten. Ik dacht, nou, dat is lekker, het schiet op. Goeie start inderdaad. Ja. Ja, toen die tweede dag weer, dan loodde ik tegen Shinda in het begin. Mm-hmm. Ja, dat was jammer, daar kan je van verliezen. Toen dacht ik, ja, ik sta nog steeds goed ervoor eigenlijk. In de top 8 voor een tourkaart. Ja. Dag 3 verloor ik de tweede ronde van Nieuw Sonneveld. Klopt. Dat was echt balen, daar keken we echt tegenop tegen Nieuws. Ja, nadat je ook nog van Trijp en van Matt Campbell wist te winnen. Hè, twee grote namen, of redelijk grote namen binnen daartussen. Je wist dat het goed zat en dan kom je inderdaad Nieuw Sonneveld tegen. Ja, en je weet... aan het einde hoe belangrijk 1 puntje is. Is er nog een moment in die 4 dagen dat je dacht van... oh, als ik die had gepakt, dan had het wel goed gekomen? De laatste dag was ik echt zenuwachtig. Ik weet niet waardoor het kwam. Misschien ging ik eraan denken dat ik het kon halen. Mm-hmm. Maar het viel net niet. En toevallig moest ik de laatste dag weer tegen Campbell. Ja. We speelden allebei niet sterk. Maar hij gooide ze dubbels wel en ik liet ze liggen. Zonde. Is het dan flink balen na zo'n wedstrijd? Dat je weet van, ja, het is niet gelukt? Ja, op dat moment ja, krijg ik toch van tourkaart misschien. Ik baalde wel iets langer dan normaal als ik verlies. Maar het heeft misschien ja, een half dagje geduurd of zo bij Q-School. Okay. En toen dacht ik, ja, wie weet krijg ik nog kans om mee te doen als reserve. Ja, want wist je dat al direct, kijk, de regels zijn natuurlijk bekend, maar ben je daar dan al direct mee bezig van, oh, nou, ik ben er nu dus buiten gevallen van die tourkaarthouders, maar de kans is redelijk groot dat ik gewoon aan mijn eerste pro-tours mee mag doen. Wist je dat al direct? Nou, ik ging naar boven naar mijn kamer toe ik had verloren. En toen zag ik die lijst bij Q-School, lijst zeg maar, die er nog in zitten. Ja. Toen ging ik van plek 8 naar plek 9, van 9 tot 10, 10 tot 11. En toen stond ik 12 toe, toen zag ik al staan, nou, ik ga niet meer verder zakken. Nee, dus nee. Ik zit sowieso bij de top 4 beste afvallers. Ik denk, nou, goede prestatie. Zeker voor je eerste keer. En dan maak je je debuut op de Pro Tour. Dan sta je in één keer in Engeland tussen al die grote namen. Hè, de Peter Wrights, de Gary Andersons. De beste darters van de wereld. Hoe was het daar om die zaal in te lopen en daar in één keer mee te moeten doen aan het toernooi? Ja, ik was echt genieten. Ik ging daar met Mike Kuijver overheen. Die heeft mij die eerste week wel echt voorgetrokken, zeg maar. Om te laten zien hoe het was. En dan ga je die oefenruimtes in. En dan zie je ze gewoon staan, al die darters. Ja. En ik denk, nou, dat is echt wel anders dan competitie of zo. Ja, en dan de eerste dag kom je ook meteen op de stream inderdaad. Ja, toen dan. Ja, is dat ook nog een speciaal moment? Want ik neem aan, die streams heb jij zelf misschien ook ooit een keer gezien. En dan je weet van, mijn familie, mijn vrienden zitten misschien wel naar deze wedstrijd te kijken. Ja, geeft dat nog een soort extra druk? Of was je echt aan het genieten in die eerste wedstrijd?
Ja, ik was sowieso die allereerste pro-tourweek, kon ik alleen maar genieten. Ja. Tuurlijk, je wilt goed spelen, je wilt winnen. Maar ja, ze vielen niet echt, mede ook door de zenuwen, denk ik. Dat speelde echt wel een grote rol. Maar al met al, die livestream, dacht ik, oh, als je maar niet afgaat, weet je. Oh, ja. En op zich, ja. Ik verloor voor hem uit mijn hoofd nu nog 6-2 van Kirk Shepard. Ja. Nou, kan gebeuren. Ja, volgens mij heb jij in die eerste week echt wel laten zien wat jouw niveau is. Ook hè, op de tweede dag won je van Peter Jakes. Pakte je 500 pond. Nou, meteen op de wereldranglijst staat daar Lorenzo Pronk. Dat moet natuurlijk goed voelen. Ja, dan gaan we naar de tweede Super Series week. Daar ging het helaas wat minder. Je wist geen wedstrijd te winnen, helaas. Wat was er een verschil merkbaar bij jou? Waren het misschien de zenuwen van, oh, nu, ik moet nu weer een wedstrijd gaan winnen of iets dergelijks? Of is het toch een soort gebrek aan ervaring dat je internationaal hebt? Ja, ik denk wel het laatste ervaring. Ja. Want ik moest ingooien, ging op zich wel redelijk, zeg maar. Maar toen ik eenmaal bij de okkie stond, toen gingen ze alle kanten op. En als je niet goed begint, dan kom je al snel met 2, 3, 4-0 achter. Dan denk je, ja. Mm-hmm. Is bijna wel een gelopen race. Lastig, maar in ieder geval ervaring heb je opgedaan. Hoewel die eerste paar dagen van die Super Series, die tweede Super Series, wat minder gingen. Laatste dag verloor je dan van Ratajski. Toch wat 93 gemiddeld geworden je daar. Over de wedstrijden heen op de Pro Tour gooi jij 86,55. Wat natuurlijk niet slecht is. Je wil natuurlijk dat het beter is, hè, want dan win je meer wedstrijden. Toch wat mij betreft een succesvol debuut op de Pro Tour. Je staat daar gewoon. En ook mede dankzij dat je Q-School goed presteerde, kwalificeerde je voor de UK Open. Hoe was je ervaring daar? Toch wel een soort van, hè, je eerste major bij de PDC. Helaas niet op tv, maar je stond er gewoon wel op de UK Open. Hoe was het daar? Ja, het was net alsof ik in een droom leefde. Echt, 160 man, die zie je daar. Nou ja, wel met die regels, maar je ziet ze wel. En het is maar een hele andere beleving, zo'n toernooi. Ik ben natuurlijk nu alleen die NDB's gewend. En dan nu ineens zo'n major. Ik denk, nou, dat was echt een kick om daar te zijn. Ja, eerste wedstrijd krijg je dan Jason Heaver. Op je agenda, daar moet je aan tegen darten. En Heaver is een nieuwe tourkaarthouder. Niet een al te bekende naam. Weet je nog een beetje hoe jij die wedstrijd inging tegen Heaver? Ja, dat ken ik nog als de dag van gisteren, herinner ik. Ik werd geroepen dat ik moest naar de baan toe moest komen. Ik moest meteen 9 pijlen ingooien. En dan zaten er maar 22. En toen dacht ik, nou. Oei, ja. Dat is vervelend. En dan win je de boel nog van hem. En dan mag je beginnen. En dan gaan ze er nog niet in. Ja, dat is zonde. Ja. Ja, je verloor helaas die wedstrijd van Heaver met 6-2. Maar het zal inderdaad zijn, want het gebrek aan ervaring. Hè, de meeste darters hebben misschien op het WDF-circuit of op het BDO-circuit nog wel wat ervaring opgedaan. Jij, omdat je natuurlijk pas redelijk recent bent begonnen met darten, hebt nog niet heel veel ervaring op die grote toernooien. Is dat wel iets wat je door gaat zetten? Hè? Je hebt nu de ervaring op die Pro Tour. Stel dat er Challenge Tour weer wordt gegooid. Ben je dan van plan om gewoon weer naar Engeland af te reizen en die Challenge Tour dan te gaan volgen? Ja, we hebben afgesproken samen met mijn sponsor dat ik 2 jaar lang dat ik eraan mee ga doen. Ja. Dan hoop ik natuurlijk dit jaar nog de vloertoernooi dat ik mee mag doen. Nee, dat zal de tijd uitwijzen. Ja, daar zullen we het. Daar kunnen we het nu ook even over hebben, natuurlijk. Hè? Want er komt nog ergens een Pro Tour aan, hè? In Niedernhausen in Duitsland. Persoonlijk verwacht ik niet dat er tussendoor nog even een Challenge Tour weekend gepropt wordt. Hè? Dus waarschijnlijk mag je daar al opnieuw als vervanger toernooitjes mee mag darten. Kijk je daar al naar uit om daar weer naar af te reizen? Zal het ooit wennen, überhaupt? Nou ja, ik vind sowieso darten leuk. En als je dan daaraan mee mag doen, ja, daar word ik alleen maar blij van. Het is toch het hoogste doel mogelijk, inderdaad. Ja. Je noemde de naam al van je sponsor, Loxley Darts. En
toch een nieuwe sponsor in het darten. Sponsort 3 tourcardhouders, Aaron Beany, Matthew Edgar en Ryan Searle. Qua Nederlanders is het inderdaad Rein de Vrede, Bradley Roes ook en jij dan. Ja, hoe ben je met hun in contact gekomen? En ja, wat bieden ze jou om jouw dartcarrière te helpen en te verbeteren? Ja, ik kwam ze tegen toen het nog open was in de Kleine Eik waar ik zelf aan darten ben, in een competitie. En daar hadden ze gesproken met de eigenaar, Lex. Mm-hmm. En zodoende kom ik via Lex bij Loxley. Ja, en toen kan ik daar trainen, kan ik er laten zien wat ik in me heb, zeg maar. En toen zeiden ze in november, december, we zien het wel zitten in je. We willen je weer naar Cusco sturen. Ik dacht, nou, leuk. Ja, prima, ja. Ja. En alles naar wat ik qua dingen nodig de darten, zeg maar, dat regelen hun. Dus ik hoef niet echt naar om te kijken. Als ik iets nodig heb, kan ik ze bellen, appen. En het wordt geregeld. Top, dus eigenlijk een soort management en sponsor in één. Ja. En dat bevalt me prima zo eigenlijk. Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Loxley zal uitkijken naar hoe jouw carrière zich gaat vervolgen. En wij van Darts Actueel natuurlijk ook. Dus ik wil je bedanken, Lorenzo, voor dit leuke, interessante gesprekje. En hopelijk, en ik weet het bijna zeker, zien we jou gewoon weer terug in Niedenhausen. Hopelijk op de stream misschien nog even een wedstrijdje winnen. En dan gaan we nog wel veel van jou horen, Lorenzo. Dankjewel voor het interview. Dit is helemaal goed. Hey, dank je.